Iedereen klaar ervoor? Ja, gaat ie. 3, 2, 1. Ja, daar is hij dan. De politie P80. Dat is de naam van de boot. De burgemeester gaat de fles nu ontkurken. En dan zal de burgemeester van Maastricht, Annemarie en Ten Schaken, zal dan de champagne over de boeg van de boot sprenkelen. Ik doop u, P80, en ik wens u en uw bemanning een behouden vaart. Hey! Oh, sorry! Is hij nu leeg? Varen op de politieboot is inderdaad een gewilde functie. Het is ook een specialisme wat je bij je hebt. Je moet goed nautisch onderlegd zijn. Je moet wat wetgeving bij je hebben, met name de visserijwetgeving, jachtwet, de milieuwetgeving en een binnenvaartpolitiereglement. De boot in Maastricht die wordt gebruikt, omdat wij natuurlijk hier ook op internationale wateren varen, gebruiken wij die voor de milieuwetgeving, visserijacties, projectmatig optreden. We hebben evenementen op de Maas, we doen controles. Daarvoor wordt de boot allemaal ingezet. Nou, de boot komt uit Amsterdam, van de firma Stormer. Die hebben daar hun schouders onder gezet. Het is een boot van 6,9 meter met een 225 pk buitenboordmotor. Dat moeten we ook wel hebben. Hier op een snelstromende rivier als de Maas heb je gewoon genoeg vermogen nodig. Daarnaast is de boot met allerlei elektronische functies uitgericht, zodat wij ons werk goed kunnen doen. Als wij extra versterking nodig hebben hier in Maastricht, dan hebben wij een keuzemenu aan netwerkpartners. Wij kunnen ook terugvallen op de landelijke eenheid in Maasbracht. Wij kunnen terugvallen op de brandweer, oftewel op de groene brigade van de provincie. Als u nu een beetje gas geeft, een beetje. Dat heeft u veel gas. Ah, dat is geen punt. Dat voelt u. Proberen Oh, sorry! Ah, dan krijg je hem zo. Dan krijg je hem gratis.